Uh, op de vraag wat doet een platenbaas, is er waarschijnlijk een groot verschil tussen een platenbaas bij platenlabel X en platenlabel Y en platenlabel Z, Zeel. Uh, omdat we bij Zeel maar met twee mensen zijn, dus uh, mijn partner Olivier en ik zelf, betekent dat wij alles doen. Uh, terwijl uh, misschien mijn grote platenfirma de platenbaas specifieke dingen heeft. Terug te gaan naar ons, naar Zeel... Er is dus, uh, natuurlijk in eerste instantie het contact met de artiesten. Uh, men noemt E&R. Begeleiden van artiesten, opnames beluisteren, singles kiezen, bla bla bla. Dat is de er kant Daarnaast doen we natuurlijk ook zelf bij ziel alles van A tot Z met de productie. Die doe ik van mijn kant zelf met de groepen. Dus over, overwegen, overleggen, artwork, CD-productie, uh, aanmaken, zodat je op tijd binnenkomen. Daarnaast doe ik zelf, omdat ik ook zelf uh, promotie doe, professioneel. Doe ik doe dus bij Zeel de promotie, houdt in pers, radio, televisie, daar waar mogelijk, op voorhand bij een release, singles naar radio, uh, concerten misschien promoten. En dan bij sommige bands ben ik ook nog toevallig zelf ook de boeker. Dus op die vraag van wat doet een platenbaas, is het bij Zeel misschien anders dan bij de andere platenlabels. Dus waarschijnlijk elke platenbaas een ander hand op geven. Maar dat is een beetje samengevat wat er bij onze kant bij Zeel gedaan wordt.